Cyprus is een notoir zwart gat waar duizenden en duizenden zangvogels verdwijnen. De zangvogels, met name zwartkop, worden hier vergeten. Het is officieel staat het nergens op de kaart, maar in heel veel restaurants kun je het eigenlijk onderhands, onder de toonbank zo gezegd, toch bestellen. Er is een enorme zwarte handel in de illegaal gevangen zangvogels. Ze worden gevangen met lijmstokken. Het zijn stokken die worden besmeerd met een kleverig goedje dat uit een lokale pruim wordt gewonnen. En zodra een vogel daarop zit, plakt hij vast. Heeft eigenlijk geen kans meer om te ontsnappen. Dus het is een onschuldige struik, maar hij wordt veel vogels fataal. De bes van de Cypriotische pruim, waar de lijm die de vogelvangers gebruiken, van gemaakt wordt. En als je de binnenkant uit de bes knijpt, dan voel je inderdaad dat het kleverig goedje is. Dit zijn twee plastic zakken vol met de veren van, nou, wat echt vele honderden kleine zangvogels moeten zijn. In de struiken hier zijn ongetwijfeld lijmstokken geplaatst om die vogels mee te vangen. We vonden een spuitbus met water. Die wordt gebruikt om de lijm te verdunnen en te hanteren. Echt zo ontzettend veel vogels die we in Noord-Europa proberen te beschermen. Waarvoor voor een veilige reis proberen te zorgen. Worden hier gewoon op een echt gruwelijke wijze gevangen. BirdLife op Cyprus vecht al jarenlang tegen deze wanstaltige vogelvangst. En het is vechten tegen de bierkaai. Je zou er bijna moedeloos van worden. En toch worden er ook hele goede resultaten geboekt. De data laat zien de laatste jaren dat die vangst is teruggedrongen met 40 tot misschien zelfs 70%. Dat is een ontzettende verbetering van de situatie. Er is nog een hele lange weg te gaan om dit probleem op te lossen. Maar met steun van leden van vogelbescherming kan BirdLife de strijd tegen het illegaal vangen van vogels blijven vechten.